Helma Melis is geboren in Vlaanderen, maar woont sinds haar jeugd al in Tilburg. Na de dansopleiding stortte ze zich onder andere op het maken van dansvoorstellingen met de gezelschap La Melis. Helma is behalve choreografe nog steeds actief als danseres. Zo gaf ze op het kinderfestival Spruit enkele voorstellingen waar ze zelf in meedanste. Het was de eerste keer dat het festival Spruit was, kinderfestival in Tilburg, en is opgezet eigenlijk door Berge Delru. En zij had mij gevraagd om de hoofdspruit te zijn, want het heet dus Spruit. En dus elke dag zouden zeg maar, van mij werkvoorstellingen te zien zijn. Dus ja, ik vond het super tof, omdat ik op dit moment vooral kindervoorstellingen maak, om dan werk van het dansgezelschap van Melis te laten zien. Ja, ik ben in België geboren en ik heb wel gewoon de HAVO in Nederland gedaan en twee opleidingen op de dansacademie voor uitvoerend danser en voor docent. En omdat ik heel veel mogelijkheden kreeg, ben ik eigenlijk gewoon in Tilburg en in Brabant gebleven. En met La Melis, dat is het dansgezelschap van mij, hebben we een jaar of 15 in Den Bosch gezeten. En sinds de laatste jaren zitten we weer in Tilburg. En ik ben begonnen in 92 met voorstellingen maken, maar eigenlijk solos voor mezelf. En toen ben ik begonnen met amateurs, daarna met mensen van de academie en toen met professionals. En in die tijd, zeg maar in de jaren 90, kreeg ik heel veel kansen hier om subsidie aan te vragen en speelplekken en al dat soort dingen. Dus daarom ben ik vooral hier gebleven. En ik heb daarvoor wel een paar jaar gedanst. En dat was dan vooral in Den Bosch en Amsterdam. Maar ik ben in Tilburg blijven hangen eigenlijk gewoon. Dat bevalt ook goed. Wat ik maak zijn dansvoorstellingen. En ik doe wel het kostuum en de choreografie en het decor. En de muziek wordt vaak geschreven door Joost van Dijk. En al die elementen zijn bij mij van belang. Dus het is niet alleen de dans die van belang is, maar ook gewoon het beeld. En wat de mensen aan hebben en de dansers op zichzelf ook gewoon. Dus ik kies ook heel duidelijk voor mensen. En ik vind het ook prettig om langer met dansers te werken dan één project of zo. Maar in eerste instantie, toen ik begon met maken, dat is al lang geleden, was het altijd wel heel duidelijk voor mij. Weet je, als het ging over kleuren of bewegingsmateriaal of muziekkeuzes of iets anders, ja, dat was altijd wel kraakhelder voor mij eigenlijk. Toen ik 4 jaar was, wilde ik operazangeres worden. Maar ik zag dat die mensen allemaal een dikke nek hadden. Dus toen dacht ik als 4-jarige, nou, dat is echt niet, dat wil ik niet. En ik wilde graag dansen. Maar mijn ouders die komen helemaal niet uit het theaterlandschap, helemaal niet. Dus die dachten, oh, dat gaat wel over. Want het was ook een beetje een particuliere school, zeg maar, die dansschool. En ze dachten, nou, dat is een beetje prijzig, weet je. Dat kind van ons, dat zal na een half jaar zeuren, zal het wel over zijn. Maar ja, dat bleef eigenlijk gewoon. Dus ik ben eerst 6 jaar, 6 dagen in de week naar ballet gaan kijken, achter glas. En na 6 jaar ben ik eigenlijk op de vooropleiding terechtgekomen. En toen dachten mijn ouders wel van, nou, weet je, als ze 6 jaar, 6 dagen in de week gaat kijken, dan zal ze het wel willen. Dus, maar ik was vrij laat eigenlijk gewoon wel. Maar ik was wel heel fanatiek. Dus ik was wel, op de academie was bijna zo dat ik als eerste binnenkwam en als laatste naar huis ging eigenlijk gewoon. Ja, die hadden liever dat ik was gaan studeren, maar ze hebben het niet echt meegemaakt, want mijn beide ouders zijn overleden toen ik in het eerste jaar van de dansacademie zat. Dus ze hebben eigenlijk, mijn vader is in maart overleden en dan begin je in september aan die auditieopleiding. En mijn moeder is met kerst overleden, dus ja, die hebben het niet echt meegemaakt. Weet je, die hebben ook nooit niet echt werk van mij gezien gewoon. Dus dat heeft wel een impact op de rest van hun leven. En ik heb me vooral om mijn werk gestort nadat dat gebeurde. Wat goed is, denk ik, is ook een keuze. Ik ben geen, in die zin, niet zo'n carrière. Ja, ik weet niet beter. Dat is ook het enige wat ik wil. En, ik wil ook foto's maken en film. En in mijn huis is ook redelijk specifiek, zeg maar. Ik noem het ook Petit Louvre. En mijn huis is echt een warm deken. Het is ook een vrijbrief, denk ik, om nooit samen te gaan wonen, volgens mij. En het zijn dingen van mijn ouders, veel dingen van mijn ouders, heel veel dingen van voorstellingen. En wel dingen die ik ook aangeschaft heb, zelf natuurlijk. En ik probeer in mijn huis eigenlijk, omdat ik geen familie heb, is het ook zo dat ik probeer families te maken in mijn huis. Al is het maar met kaarten tegen de muur. Maar ja, dat is wel een soort. En dit is hetzelfde, het zijn ook heel heldere keuzes in mijn huis. Het zal nooit veranderen. Mocht ik 77 worden, woon ik er nog steeds. En denk dat het er nog precies hetzelfde uitziet dan.
mijn interesse ligt daar heel erg in film en fotografie en beeld en al die dingen eigenlijk. En met Lamelis hebben we een jaar of 15, 16 hebben we altijd voorstellingen gemaakt voor Vlakke Vloer, Schouwburg en Festival. Ik maakte 1 of 2 producties per jaar. En dan was dan eentje voor theater gewoon, zeg maar, voor Vlak Vloer of Schouwburg dus, en eentje voor op het festival. En dat was dan meestal Oerol, Boulevard en dat soort festivals. En dat heb ik jaren 15, 16 denk ik gedaan. En ik ben zo'n 4 jaar geleden begonnen met kindervoorstellingen maken. En in de grote producties die ik toen maakte, stond ik als danser absoluut niet op toneel, omdat ik gewoon daar alles voor deed. Moet je ook een beetje afstand hebben. En nu met kinderproducties sta ik zelf weer op toneel, op mijn late leeftijd. Maar dat vind ik fantastisch eigenlijk, gewoon om nu nog, en voor kinderen ook, omdat het heel onbevangen is, kinderen. Dus dat is super tof om voor jonge mensen te spelen eigenlijk. Maar voor mij is het ook geen verschil tussen volwassen producties of kinderproducties. Voor mij, ik vind dat niet moeilijker of gemakkelijker. Het is iets anders eigenlijk gewoon. Maar door de beeldvorming die ik al gebruikte in de volwassen producties, is het eigenlijk dat toen ook al voor kinderen aansprak. En nu is het specifiek voor kinderen, maar ik zie het wel als familievoorstellingen. Dat ook de papa's en de mama's, hoop ik dan, een plezante middag of avond hebben. Ik denk als je aan het publiek van Lamelis vraagt, die zullen altijd wel een voorstelling van Lamelis eruit halen, denk ik. Ja. Ik denk wel dat dat helder is, zeg maar, wat ik maak. Ik vind dat zelf altijd moeilijk om te benoemen. Ik denk dat het er altijd wel esthetisch uitziet eigenlijk. Af, met niet zo van de houtje-touwtje gebeuren. Dat is misschien ook de reden waarom je hier zoveel requisieten hebt staan en veel decor. Ja, maar in mijn huis is het vol, zeg maar. Maar het is wel echt een heldere keuze ook, dus er wordt nooit iets verplaatst. Alleen, ik denk dat de beelden die ik maak met mijn voorstelling, dat die heel helder en clean zijn eigenlijk. En ja, mijn huis staat natuurlijk, dat is vol. Maar ik vind wel, in mijn huis staat het heel erg vol. Maar toch geeft het rust. Ja, als ik dat zeg tegen mensen, denken ze, hoezo dan? Maar voor mij wel, voor mij is het heel rustgevend. Dus ik denk wel, als je voorstellingen van mij ziet, dat die af zijn. Ja, dat een homogeen beeld is en dat je daar niet makkelijk nog iets tussen krijgt, zeg maar.